goede, wat is het eigenlijk? Middag alweer. Oké. Een hele goede middag, lieve vrienden. Geniet van de dag, want ja, het is mooi weer momenteel. Het heeft wel geregend. Wat zeg ik? Gehoost. Ja. Eeuwentje zit hier te zeuren. Rebecca is helaas niet geweest. Ja, ik weet wel waarom, maar dat gaat jullie lekker niks aan. Nee. Ze komt maandag, dinsdag en woensdag. Wat ze vandaag zou doen, doet ze maandag. En dan dinsdag en donderdag gewoon weer het normale verhaaltje. Want morgen wou ze komen. Nee, kan niet, schat. Want we staan nog wel voor de dag van de operatie van Karin. Ik ga morgen naar Laag. Oh ja, shit. Ben ik vergeten. Ja, kan gebeuren. Maar in ieder geval, ik wens jullie wel een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. Het is vandaag 13 juni. Het is 12:29 en ja, wie er welkom, dat is Wilma. Die gaat even met de box van de televisie bezig. Om dat te veranderen, de nieuwe er neer te zetten en kijken hopelijk dat het allemaal gaat lukken. Hij is nou wel aan, daar niet van, maar dat doet er allemaal niet toe. En wij, wat gaan wij doen? Nou, wat denken jullie zelf? Een bakje koffie en een beetje eten, hé? Ja. Dat, van de dag gaan genieten en rustig aandoen. Want ik heb wel, als jullie dat wel niet kunnen zien, maar ik heb het wel. Ik kan gewoon de hoofdpijn. Gewoon spanning. Ja, vanwege morgen. Maar ja, ook dat gaat wel weer over voordat ik een oud kereltje ben. En aangezien dat ik dat niet zal worden, zal het heus wel weer overgaan. Tenminste, tot zover. Ik loop al jaren eigenlijk dag in dag uit met hoofdpijn. Maar de ene keer kan ik mee dealen en de andere keer kan ik er niet mee dealen. Dus ja, ik heb het gekregen. Ik was altijd al een migrainepatiënt. Van het kind af aan. En ik heb dagelijks na hoofdpijn, dat heb ik gekregen, dat ik hoorde dat mijn moeder was overleden. Ja, toen kreeg ik standaardpijn, hoofdpijn en dat is nooit meer overgaan. Ja, de ene keer is het minder dan de andere keer. Dus ja, waarom zeg ik, de ene keer kan ik ermee dealen en de andere keer niet. En het staat allemaal niet goed hier ook. Nee, ik heb het net de lamp eraf gehaald om het schermpje eraf te krijgen. Want op die tripod wil dat niet. Nee. Dat valt de hele boel om en dat moet me niet. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Doe het met een lach. Dat doe ik ook. Ja, ik probeer altijd vrolijk te zijn, hè. Ja. Wat jullie, hè, kindertjes? Ja, poesebeestjes. Mijn poesebeestjes. Jullie zeggen kindertjes. Hè? Nee. Hè? Ik ben jullie vrouwtje. Jullie zijn mijn poesebeestjes. Mijn poes. Ja. Eeuwensje poesie. En Kandalf is een mannetje, dus is een katertje. En die daar wel is ook een mannetje. Ja. Hé? Ja, die wil wel aangehaald blijven worden. Daar krijg je een lamme arm van. Ja, denk je op mijn duim? Want die gaat ook steeds meer pijn doen. Ik heb in mijn rechterduim heb ik artrose. Dus ja, steek maar een duimpje omhoog. En like mijn kanaal. En word abonnee. Ja. Altijd gezellig hier ook. Gezellig met Corina en de Beestenboer. Simpel dat. Maar oké, ik zeg geniet inderdaad van alles. Ik ga aan de vlag, ik ga voor de dieren zorgen. En dan komt het allemaal wel op de pootjes terecht. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. En Wilma die is druk bezig. Ik ben daarnet ook even bezig geweest de boel leeg te halen. Ik heb het er schoongemaakt in de tv-hoek. En de box is daar weg, die is ook schoon, die kan opgeruimd worden. En ze gaat nou proberen die anderen aan te sluiten en Wilma kennen. Dan zal dat haar vast wel zeker lukken, of niet dan Wilma? Ja. Ja, zegt ze. Dus dat komt allemaal goud. Ja. Dus, kijk, daar gaat ze. Hoi, Wilma. Hoi. Dus ja, maar dat komt allemaal goed. Als het klaar is, laat ik het jullie wel weten. Doei. Hallo lieve
vrienden. Ja, daar zijn we dan weer. Het is alweer avond. Het is nog steeds ook de donderdag 13 juni. En we leven om 19.44 uur. We lopen weer rustig aan naar goede tijden, slechte tijden. En morgen wordt Karin dus geopereerd. En ik had vanmiddag de hele middag Wilma. We zijn druk bezig geweest. Ik heb een andere box, Zego. Dan heel kleintje, heel klein, bepakt. Lekker makkelijk, lekker handig. Ik hoef nou niet meer steeds knoppen te drukken met die zere duim. Nee, ik kan nou ook praten van RTL 4 of noem maar wat, hè, RTL 8, noem maar wat. Ja, dan gaat hij daar naartoe. Dus ja, dat bespaart een beetje mijn duim, zeg maar. Ze is ook bezig geweest met een computer, dat ik kan tenminste wel via een omweg kan ik documenten aanmaken en uitprinten, dus dat komt ook allemaal goed. Ik ben bezig voor morgen de reis klaar te maken en ik neem jullie even mee. Ik heb al een broodje klaargemaakt voor onderweg. Ja, dat moet ook. Je moet toch eten, toch? Ja. En er staat een klein beetje afwas, maar te weinig voor de vaatwasser. Want dat is dit. De rest moet nog even, dit gaat opgeruimd worden. Maar dat is dit beetje, dat is voor de kattenboel. Dus ja, dus, hè, dat is voor de poesjes. Ja, en dat is afwas, dat er. Behalve die mes, dat ik in, Astrid een stukje cake mee snijden. Dit heb ik al omgewassen, want dat is van Frodo en van Kandel het rode. En dat is van Eeuwen, maar die laat altijd wel een beetje staan, dit er. Dus dat verberg ik dan. Dit ga ik zo meteen nog opruimen. Dit kan weggegooid worden in de vuilnisbak. Dus vandaar in de vuilnisbak. Ik heb nog steeds geen wasgoed opgevouwen. Daar ben ik nog niet aan toegekomen. Dus ja, pech gehad. Dat blijft mooi staan tot het weekend. Zien we wel. Ja toch? En mijn hondje die wil er ook nog op. Ja, ook dat nog. Moet je er wel blijven staan. Moet je er wel blijven staan. Nee, dat is een vrouwtje. Dat is een vrouwtje. Moet je blijven staan. Ja. Liever staan. Nee, ja, ook ga je eten. Ga je eten. Ja, ga je eten. Nee, niet eten. Ga niet eten. Sta lekker eten. Nee, niet eten. Potverdekie. Het potverdekie. Oeh, wat een gaaf. En we hebben natuurlijk zoals gewoonlijk weer regen gehad. Het is nou weer droog op het moment. Maar als je op mijn keuken, met mijn keuken, dat is de keuken. Als je mijn tuin doorkijkt, daar zit het water nog op. En als je naar de lucht zo meteen gaat kijken bij de kerk, dan is het daar knap donker. Ja, dus ja, allemaal droogjes. Jij wilt naar buiten, maar jij moet je kap om. Moet jij je kap om, maar kom dan. Oortjes goed. Nou, doe maar naar buiten. Hop. Ben je buiten? Naar buiten? Zeker weten? Nou, dan gaan we dan. Doe maar. Het regent nog. Ja, ja. Voel het. Nou, dan gaat meneer naar de deur. Gelijk weer onder de deur koekeloeren. Ja, maakt ook allemaal niet uit. Ja, dat maar in ieder geval, ik zal weer eens even, oh kijk, hier hebben we nog ons prinsesje. Hé, ja nou? Ja? Waar ben je dan? Ja, waar ben je dan, hè? Oh, zo'n mooi meisje. Hé, zo'n mooi meisje. Ja, zo'n mooi meisje. Toch? Een mevrouw? Oh, miauw, nou dan. Maar dan schrikken de mensen van je. Denken ze, er komt een tijger aan. Oh, het is niet een tijger, het is een klein lief poezebeestje. Ja, een prinsesje. Prinses Eeuwin. Wat, verdikkie, hè?
Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie avond. Ja, geniet ervan. En dan moet ik even zien of dat goed komt. We staan weer. Want... Zo. Geniet verder van jullie avond. Ga ik ook proberen te doen. Plus de boel klaar te maken voor de reis van morgenochtend. 8:45 ga ik al met de trein weg. Dus ik moet er een kwartier van tevoren wezen. Waarom denk je dan? Waarom niet bij wijze van spreken 5 voor of 10 voor? Nee, ik moet een kwartier van tevoren, voordat de trein komt, moet ik daar aanwezig zijn om mij eigen te melden. Maar ja, er is hier geen meldpost. Maar er komt een taxichauffeur, want een taxibedrijf die gaat mij helpen. Dan komt er zo'n brug, nemen ze dan mee naar de trein. En zodat ik er dan één keer rij en meestal word ik op de plek neergezet waar men ook fietsen kan plaatsen, tevens ook kan zitten. Dus ja, heel makkelijk. En dat ga ik morgen met de trein mee, ja, naar Den Haag. Ja, met z'n ranke duinen. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen gaan. Ik ben op van de zenuwen ook. Karin is het zelf ook, heb ik al wel gemerkt. Roderick ook. Ja, logisch, dat is de man. Ja, we hopen dat morgen alles na verloop heel goed mag gaan en dat alles goed komt. En dat ze ja, lekker uit die narcose vandaan kan komen. Ja, daar ben ik het meeste bang voor, die rotnarcose. Maar ja, wie ben ik? Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles en tot morgen, tot aan de andere kant van de nacht. Ik ga Frodo binnen laten. Doei doei!